Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 31 maart van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we weinig wolken boven ons land, maar boven het oosten van Engeland en het noorden van Frankrijk zit meer bewolking. Vanochtend schijnt de zon nog volop tussen de hoge sluierwolken door en het is droog. De temperatuur loopt snel op. Vanmiddag is het met 20 tot 22, lokaal 23 graden, zeer warm voor de laatste dag van maart. Maar de lucht is onstabiel. Later op de dag kan er in het zuidwesten een enkele bui ontstaan. De buien trekken in de loop van de avond naar het noordoosten, maar in het oosten van het land blijft het nog wel droog. Morgen is het met 15 tot 17 graden minder warm dan vandaag. De wind draait naar het zuidwesten, maar er staat niet meer dan een windkracht 3. Het is vaak bewolkt en verspreid over de dag valt er een enkele bui. Zondag valt er soms ook nog een bui, maar het is vaker droog en de zon komt er af en toe bij. Maar met 14 tot 16 graden is het ook dan minder warm. Maandag en dinsdag blijft het nagenoeg droog. De zon schijnt geregeld en geleidelijk aan wordt het nog iets minder warm. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.